Dag dames en heren. U hebt allemaal wel eens een keer een leuke rondvaart gemaakt in een van de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort. Maar dat kan ook in ons mooie dorp. Met een van de botters, bijvoorbeeld de BU210 van de gemeente. En die organiseert leuke tochtjes in samenwerking met het gemeentemuseum. En ik zal u vertellen, dat is de moeite waard. Wij gaan vanmiddag ook een klein tochtje maken. Wij maken gebruik van twee zeilen. Dat is wettelijk toegestaan, meer mag niet met gasten aan boord. Dat is het grootzeil en de fok. U mag natuurlijk meehelpen, dat is geen probleem. Maar dan moet u wel even luisteren naar de schippers die erbij zijn. En dit is Jaap de Graaf met die rode shirtje aan. En dat is Even de Graaf. En ik ben zelf Ko Ruizendaal. Hou je 30 graden achter de gavel. Dan zit je ongeveer goed. Nou, de kenners onder u, die zien het wel. We zijn nu onder zeil. Beste mensen, we gaan straks overstag. En dan zijn er wat spelregels. Klaar om te wenden? Ree! Het roer omgooien. Druk maar op. Zo ver je kan. Het oploeven van je af en afvallen naar je buik.
Okay. Maar dan moet je aan de hoge kant staan. Je bent de schipper vandaag. Vandaag ben ik de schipper, ja. Hoe lang doe je dat werk al? Nou, ongeveer 10 jaar nu. Ik heb hier zelf een boot gehad, die heb ik moeten verkopen. En nu ben ik vrijwilliger hier bij op de gemeentebotten, zeg maar, samen met Gerrit de Graaf. Dat is dan de eerste schipper, Gerrit de Graaf. Ja. En ik ben de tweede schipper. Dus als Gerrit niet kan, dan vaar ik. En als Gerrit er is, dan doen we het lekker met z'n tweeën. En dat gaat heel goed. Wat is nou het leuke van het werk? Nou ja, in de eerste plaats, je ontmoet ontzettend veel mensen natuurlijk. En die komen overal vandaan, of heel Nederland. En dan hebben we prachtige verhuurtjes. En zoals ik begrepen heb van Gerrit de Graaf, is hier bijna de hele wereld al op die botten geweest. Van Chinezen tot Koreanen, Amerikanen. Dus dit is een wereldbotter. Ja. Je hebt wel een hele verantwoording, vind ik. Want de mensen mogen zelf ook een beetje actie ondernemen. Ja, dat kan. Dat doen we ook een beetje bewust. Maar ze moeten wel naar ons luisteren en we proberen het goed uit te leggen wat we gaan doen voordat we dus over stag gaan. Geven we aanwijzingen en dan, als het te hard waait, doen we het natuurlijk niet. Maar nu met windkracht 3, dan kunnen de mensen wat leren en dan krijgen ze ook nog een klein beetje zeiles van ons. Tot welke maand, tot en met welke maand gaan jullie nog door? Ja, eind september denk ik en dan worden de verhuren wat minder, dus vervaren ook wat verhuur natuurlijk. En dan wordt het wel wat minder. Het gaat in samenwerking met het gemeentemuseum? Ja. Dat is, het gemeentemuseum heeft voorgesteld om kaartjes te gaan verkopen. Voor 7,5 euro per 2 uur, zeg maar. Om de boel toch een beetje te promoten. Hè. Daar rijdt een treintje door het dorp in. En nu vaart er ook een botter door de Spakenburghaven die het museum behartigt, zeg maar. Het museum bestaat dit jaar 25 jaar en de botter is ook 25 jaar geleden gebouwd. Is dat toeval? Dat weet ik niet. Daar ben ik nog te kort voorbij. Ik weet niet of dat toeval is. Nee. Ik denk het haast wel. Maar daardoor zijn jullie ook op het idee gekomen om die korte tochten van 1,5 uur te gaan organiseren? Ja, dat is wie of dat bedacht heeft, weet ik niet. Ik denk van het bestuur van het museum of het bestuur van de botter. Er is verleden jaar denk ik is een convenant aangegaan op een of andere manier. En ja, nu moeten we dat proberen handen en voeten te geven om dat toch te laten slagen, zeg maar. Om, ja, dat moet wel, want ik bedoel, de mensen hebben een leuke tocht gemaakt. En dan kunnen ze na afloop leuk even in het museum een bakje koffie drinken. Ja, dat kan ook. Ja, voor de tijd of na de tijd, dan snijdt het mes op twee kanten natuurlijk. Hè. Hun verkopen koffie en koek en wij hebben weer wat centjes om die botten te onderhouden. Wij zijn ertoe gekomen omdat wij toevallig zaterdag naar het museum gingen om stijfsel te halen. Vroeger kon je dat stijfsel, volgens mijn vrouw, kopen op verschillende plekken in Spakenburg. Vanwege die kaplappen. Maar toen zagen we dus dit bord van de museumboot. Ik noem hem maar de museumboot. En toen zeiden we, dit is wat voor ons. Dan komen we al bijna 20 jaar zaterdagmarkt. We halen altijd vis bij Jacob de Graaf. Elke zaterdag. Dat kan niet missen, dat weet iedereen, al de buren en de familie. En toen zeiden we, weet je wat we doen? Het is woensdag goed weer. Dat hadden we ook geïnformeerd eigenlijk, ook heel wijselijk. En toen zeiden we, nou, we gaan natuurlijk met de potter mee. Het is een hele bijzondere ervaring. We zagen dus nu niet alleen dat die haven zo geweldig was gemoderniseerd en vernieuwd. Want we hebben natuurlijk in die 20 jaar die haven achteruit zien gaan en ook andere zaken rondom de haven. En toen zagen we dus dit. Dat viel ons nu op. En toen zeiden we, we gaan die bottertocht meemaken. En we gaan eens even kijken hoe het ons bevalt. Nou, volgens mij heel goed. We hebben niet alleen heel mooi weer, prachtige wolkenluchten. Maar het is ook heel bijzonder zoals de bemanning dit allemaal verzorgd. Ik heb de eer het eerste setje kaarten te mogen kopen. Daar ben ik erg blij mee. Ik heb er een leuke anekdote bij. Want in Amsterdam, mijn moeder kocht vroeger fruit op de markt. En dat was een jodenmeneer. Maar dat maakt dus niet uit. Het was gewoon heel plezierig. En die meneer die was altijd heel blij. En daarom zeg ik erbij wat zijn afkomst is. Omdat hij zei van als de eerste vrouw
op zaterdagmorgen bij mij het fruit komt kopen, dat is een blonde dame, dan is mijn hele dag goed. Nou heb ik grijze haren, maar misschien dat dit een goede start is voor de kaartverkoop. Kom uit Hoofddorp. Ja, en wij zijn een paar dagjes op vakantie in een stay-okay, mijn zus en ik, in Soest. En zijn we gisteren een dagje naar Amersfoort geweest en vandaag een dagje naar Spakenburg. Ja, maar hoe wist u nu dat dat hier, dat was dat er hier zo gevaren werd? Ja, dat was een complete verrassing. Want we kwamen aan vanmorgen en toen dachten we, we gaan even naar het VVV. En toen zagen we van de tochten met de botter. Nou hebben wij zelf ook een klein zeilbootje, een valkje. Dus ja, ik vind dat enig op het water. Dus we hebben meteen kaartjes gekocht. En ja, ontzettend leuk. En je leert wat van de schipper en zijn bemanning? Ja, en zo'n groot schip en hoe soepel dat toch allemaal gaat. Heel, heel bijzonder. Wij komen met Alphen aan de Rijn. En hoe wist je dat hier van die bottentochten werden georganiseerd? Dat zagen we op een reclamebord staan. Dus zodoende zijn we daar mee begonnen. En dat is hartstikke leuk. Ja, uw zoon die staat nu achter het roer, die krijgt instructie van de schippers. Hoe vindt u dat het hier allemaal zo gaat aan boord? Lekker gemoedelijk. Ja, leuk. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Het is voor het eerst dat je dat doet? Ja, voor het eerst wel zeilen. Want verder vaar ik wel met de motorboot. Maar je krijgt goede instructie van de schipper hier? Ja, dat is wel. Daar is het voor onder. Dan gaan we eens even kijken wat daar gebeurt. Wat is dit hier allemaal? Is dat jouw specialiteit, Evert? Ja, dat is mijn specialiteit. Dat is ook een van de weinige dingen die ik doe hier aan boord. En het zwaard omhoog halen, samen met de collega's. Ja, je maakt een grap. Volgens mij doe je veel meer. Ja, jawel, we doen wel meer. Maar dit is vandaag jouw taak? Dit is vandaag mijn taak, ja. Even een bankje zitten. Je vindt het werk aan boord leuk als vrijwilliger? Ik vind het leuk, ja. Ja, absoluut. Ik vind het steeds leuk om te doen. Ja, het is leuk. Jaap, jij bent ook schipper, dat duurt al heel lang. Wat vind je nou het leuke van het werk? Het leuke van het werk is dat je omgaat met mensen. En ja, leuke mensen, vrolijke mensen, die ook van varen houden. En die het varen op een botter interessant vinden. Ik zeg net tegen Co, het is een hele verantwoording. Want die mensen laten jullie wat doen, actie ondernemen. Ja. En het zijn natuurlijk niet ervaren mensen. Nee, maar dat houdt in de gaten. En we wijzen de mensen erop, als ze dom motten, als ze letten motten. En dat gaat goed. En we varen nu 14 jaar met elkaar. En in die 14 jaar hebben we een hoop dingen meegemaakt. Ook de opening van het museum in Enkhuizen meegemaakt hebben we meegedaan. Dat waren de beginjaren van ons. Ik heb wel eens gelezen, jullie kunnen ook mooie anekdotes vertellen. Daar vragen de passagiers wel eens om. Ja, wij maken zoveel mee. En ook de anekdotes dat we met Johan Neerses varen, met zijn foundation. En waar een heleboel supporters of vrijwilligers aan meedoen. Ik hoor ook Chinezen aan boord. We hebben de ambassadeur van China aan boord gehad. En die heeft ook een verhaal geschreven in ons logboek. Ja. En toen ging de communicatie, je moet je nog een aardig woordje Engels spreken, denk ik. Met handen en voeten. Handen en voeten en stokjes ook? Stokjes even laten met eten. Kijk, hier komen de schepen de haven uit en dan wachten wij meestal. Dan hebben wij straks ruim baan. Het zit er jammer genoeg weer op. Het weer werkte mee. De bemanning deed het fantastisch. En de passagiers waren allemaal tevreden. En het bakje koffie smaakte heerlijk.